kijkers, van harte welkom bij deze aflevering van Focus. Dit is een dagelijkse productie van het Nationaal Informatie Instituut. En in dit programma wordt de focus gelegd op de activiteiten die voor de samenleving van belang zijn. Vandaag in Focus. Gezamenlijke inspanningen bij ontwateringswerkzaamheden Flora. India financiert zonne-energie voor 50 dorpen binnenland. Ontwikkelingen Centrale Bank hebben volledige aandacht regering. En terugdringen woningnood blijft prioriteit regering. De ontwikkelingen bij de Centrale Bank van Suriname hebben de volledige aandacht van de regering. Het parlement heeft in de afgelopen dagen tijdens de vergaderingen meer duidelijkheid gevraagd. En minister Gilmer Hoefdraad van Financiën heeft op dinsdag 21 januari namens de regering het college toegesproken. De beantwoording van een aantal vraagstukken met een nadruk op compliance heeft de RVC gevraagd dat de Centrale Bank de informatie binnen een week mocht aandienen. De informatie is verstrekt aan de Raad vrijdagavond laat, op precies een week, 17 januari. En u begrijpt dat de informatie moest worden doorgenomen het hele weekend. Maandag ook heel goed moest worden bekeken. Verschillende gesprekken met de president gehad. Alvorens wij dus naar uw acht college konden komen. Er is heel veel informatie en natuurlijk wat hier wordt gezegd. In het huis van het volk moet zodanig zuiver zijn dat er geen punt van discussie moet zijn. We hebben ook nog gevraagd om wat meer tijd. We konden het gisteren niet, omdat de ontslagaanvraag van de heer Van Trich, ontslagaanvraag door de heer Van Trich ingediend, nog niet was gehonoreerd. En dat is in feite vanmorgen afgehandeld. Via u, aan uw graag college, wil ik even een korte introductie doen en dan op een aantal key issues ingaan. Zowel mijn persoon als minister van Financiën, in overleg binnen de regering, als de RVC, vertegenwoordigd door de regeringscommissaris, hadden een aantal zorgpunten ten aanzien van de Centrale Bank. We hoorden die issues rondom de koop van een vrij dure auto, een aantal issues die met compliance te maken zouden hebben en op basis daarvan op 1 januari in principe na onze persconferentie over de overname van de Afobakadam heb ik op kantoor een onderhoud gehad met de regeringscommissaris om over de Centrale Bank te praten. Er zijn een paar vraagstukken geïdentificeerd waarbij twee toch wel wat meer duidelijkheid wilden hebben. Die zijn ook in briefvorm gegaan naar de governor, opdat er duidelijkheid moest worden verschaft. Het ging zeer zeker om wat meer informatie ten aanzien van aanschaf van auto's, een mogelijke conflict of interest ten aanzien van het bedrijf of het instituut van de governor, die zoals we begrepen op verschillende niveaus werkzaam was binnen de Centrale Bank, alsmede contracten die zouden zijn afgesloten met een Belgische maatschappij. Er waren ook vraagstukken rondom een mogelijke participatie
in een cryptocurrency waarbij wij natuurlijk van de financiële wereld vrij zorgvuldig naar kijken en heel voorzichtig mee zijn. Verder nog zouden wij dus praten over het versterken van het toezicht op de bank. Zeer zeker via een begroting en dat alle controlemechanismes goed in place werden gesteld. Hierbij, wat we doen, op 2 januari, de avond laat, hebben wij een meeting gehad met de governor, waarop wij dus op deze punt hebben gewezen. En ook hebben gezegd dat wij een meeting zouden hebben met de directeuren, om ze ook op hun verantwoordelijkheden te wijzen. En daarnaast dan ook met de rest van de raad. En vanaf dat moment in feite zouden wij toch zeker antwoord nodig hebben op de vragen. En het werk vanuit de centrale bank strakker gaan begeleiden. En in het weekend, toen deze zaken rondom de auto circuleerden en wij de governor erop wezen, gaf hij in principe aan dat de auto door hem was betaald en dat het in feite van hem was. Het wekte ons bevreemding, omdat een paar maanden terug de centrale bank zelf een verzoek voor vrijstelling van invoerrechten voor het gebruik van de auto van de bank had ingediend. En dat verzoek, vanwege het feit dat het een auto van de bank was, is ook in december door het ministerie van Financiën gehonoreerd. Het is de regering menens het binnenland te voorzien van eenmaal 24 uur stroom. Terwijl Peking Slee en Guyaba binnenkort over elektriciteit door middel van zonne-energie kunnen beschikken, worden de voorbereidingen getroffen om 50 dorpen op dezelfde wijze tegemoet te komen. Hiertoe is op dinsdag 21 januari een creditline getekend met de Exim Bank of India. Minister Sergio Akinboto legt het doel hiervan uit. We are witnessing the signing ceremony of a line of credit project for solar electrification of 50 villages in the interior of Suriname. It is one of the big projects that we will be undertaking under the line of credit. I wish to reiterate on this occasion India's commitment to extend technical cooperation and capacity building and for skill development of human resources. And also, I would like to take this opportunity to congratulate excellencies for the oil find. India would be very happy to contribute in whatever manner according to the needs of Suriname to extend cooperation in this regard. Indeed, a historical moment for us. If we look back in the relationship between our republics, India and Suriname, based on cultural and economic development, indeed, today is a great moment that we have the signing of this credit line. We have a period of preparations. We have faced some challenges in the trajectory to reach this moment. But we are all happy with this great moment. And we look forward to benefit the community in the interior of the project. We know what our communities are facing, issues with the transportation of fuel, diesel, issues of not having permanent electricity in the community. People are bearing their development, education, because of the lack of electricity.
they cannot start up a business. So it is indeed a great opportunity, a great moment for the Republic of Suriname in general, but specifically the people in the interior of Suriname. India has always tried to share its development experience with the partner countries so that they don't have to repeat the long process of developmental phase that India has gone through. So we try and share our capabilities in terms of capacity creation, in terms of infrastructure creation with partner countries, and that is how lines of credit are given to partner countries. So accordingly, we hope that we are able to achieve the project objectives within the given timeline, and we'll strive to complete the project within the time so that it can benefit the people of Suriname. For us, as Minister of Finance, as I said, one is of course the generous concessional loan that we receive from you. Two is the economic impact on employment, because there will be a lot of activities targeted towards these 50 villages. And at the same time, of course, as you mentioned, Mr. Rana, you're looking at creating economic activities that before were very difficult to achieve. So for us, thank you very much for all you do for Suriname. We are looking, and we know that there will be more engagement, but this is an additional step into strengthening the relationship between our countries. And I hope that you will still be here, Ambassador, and you also as representative, where we will be inaugurating the first line. I know that ambassadors move a lot, but we and also representatives, and this is your first visit, and I have met others before. But I hope that you will be here together with us to enjoy the glorious moment that the first village will have solar energy. Terugdringen van de woningnood blijft een voornaamste prioriteit van de regering. Volgens minister Misikaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting zijn in de afgelopen periode stappen ondernomen om de woningnood concreet aan te pakken. Een deze stappen is het Affordable Housing Project, dat aanvragers in de gelegenheid stelt te bouwen, uit te breiden of renoveren. De bewindsman erkent dat de duizenden woningen die al gebouwd zijn, bij lange na nog niet genoeg zijn. Ik heb aangegeven dat wij eind maart starten met het project dat we hebben, Affordable Housing Project, List 3, zoals dat bekend staat in de volksmond, waarbij wij 4000 woonoplossingen hebben in stad, district en binnenland. In stad, district en binnenland, voorzitter, lidmaatschap via u, binnenland, met nadruk op binnenland. U kent me, hoe kan het anders? Natuurlijk gaan we het binnenland doen. Ik ben van mening dat wij vaak niet alleen de nadruk leggen op Paramaribo, maar op dit moment lopen ook een aantal huisvestingsoplossingen in Paramaribo. En het zou dan, voorzitter, niet getuigen van een nationale visie, wanneer we dan weer alles wat we hebben aan AHP zouden investeren in Paramaribo. Nee, we gaan dat niet doen. Ik kom begin maart, komen we uitgebreid met de berichtgeving rond AHP, wat we allemaal gaan doen, dat gaat u zien. De verdeling die we hebben gehad, dat we dat nooit eerder hebben gehad. De manier hoe we de zaken hebben verdeeld in stad, district en binnenland. Dus ik ga ook in Sangamasusa en in Kementi, dat ik dat een kankantriboom gevallen is op 3 woningen. We gaan ook daar gaan. Ja, we gaan ook in de polders in Ikeri gaan. En we gaan landelijk gaan. Natuurlijk zijn 4000 woningoplossingen, renovatie, uitbreiding en nieuwbouw, voorzitter. We gaan niet alle problemen kunnen oplossen, maar dat is in elk geval voor dit moment de bijdrage die geleverd wordt vanuit sociale zaken en volkshuisvesting. Ten aanzien van landelijk heb ik aangegeven dat uw college 2 wetten hebt gemaakt en op dit moment we bezig zijn die instituten in te vullen die aangegeven zijn in de wetten, garantiefonds en woningbouwfonds, voorzitter. En wij zullen ook daarover de mededelingen doen.
In het resort Flora zijn er ontwateringswerkzaamheden gaande. Deze werkzaamheden, een initiatief van het jongerenbestuur Flora, worden uitgevoerd door het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie en het districtscommissariaat Paramaribo-Zuidwest. Terwijl de ondernemer Chotelal ook materieel ter beschikking heeft gesteld. Focus sprak Caravan Bel, de trekker van dit ontwateringsproject, en Winifred Jameson, districtssecretaris Paramaribo-Zuidwest. Hier omtrent de vele klachten van wateroverlast die wij dagelijks op kantoor krijgen. We hebben dit besproken met onze commissaris. En dat is de heer Erik Groude. En hij heeft dan gemeend om dit probleem tot het verleden te laten behoren. Dus vandaar dat hij een machine heeft ingesteld. Zodat we de verstopte duikers, verstopte rioleringputten in het resort kunnen openblazen. We zijn het resort Flora. Het probleem is dat bepaalde inhammen, zoals hier, we te kampen hebben met wateroverlast. Die blijft zitten in de inhammen. Waardoor bijvoorbeeld kinderen in water moeten lopen wanneer ze naar school moeten. Dus vandaar dat we hier zijn om het probleem tot het verleden te laten behoren. Als de mensen, de buurtbewoners, de kinderen van Flora erop toezien dat ze geen flessen, geen afval, geen vuil in de rioleringen laten gaan, dan is denk ik wel dat dit probleem tot het verleden zal behoren. Nadat we vandaag hier hebben opengeblaast. We zijn gestart in Flora en dit is de tweede locatie die we hebben aangedaan. Gisteren hebben we de Adroestraat gedaan op de hoek van de ABS-straat en de Adroestraat. En vandaag zijn we nu in de Adroestraat A, in de inham. Na deze locatie gaan we iets verder in de Adroestraat. We waren ook al bezig in andere resorten, maar vandaag, nu zijn we in Flora. Ook andere resorten komen aan de beurt. Water bij Goma, als het regent, is helemaal juist onder water. Dan moeten we een paar uurtjes wachten dat het weggaat. Maar bij actie om deze OE, maar de OE naar buiten komen. Maar nu zit ik hier in NDP die bezig is aan te vragen. Dat was al gevraagd. Dat is het er. Wat we als hij Goma, en hoe zit ik op een probleem bij de man? Wat big lakker bedienen zijn en wat big balk. Dat ben weer de water en ego. Maar we misstaken wat we oplossen komen. Dus dat hebben we de roken boel. En de beet is master van Britten. Dat een probleem los op. Wat tegen je in een belakang aan dood belakang water. Zo is na maar zien we een chalie of kark of krima precies. En dan maar een chalie kan hem langer slang. Amal dik dik ik ben moeite van water kan gewoon zien ze. Heb je voor Ivo. Ja maar verder. We breed van de krima precies. Goed nu. De maar op alle de olo. Want jari bij dat pede maakt krimen ook te goed. Dus ja, boem zal hem mij te goed. Dus dat boef de man bekampot wist te drempel goef in abirti gewoon te drempel pede maar elkaar is rist. Nou, om eerlijk te zijn, is het een eigen initiatief van het bestuur van de jongeren van Flora. Waar de gemeente, en wie weet, als je in het gebied bent, je bent van het resort. En dan rij je zo langs de wegen en dan zie je van, die zo netjes. En dan zijn we zo met het initiatief gekomen om dan een milieuproject te starten. En ik ga je eerlijk zeggen, we hebben aan de bel getrokken. Ricardo Polar als voorzitter van het resort en de coördinator meneer Hevel. Zijn we bij elkaar gekomen en we hebben gezegd van, het ding dat is zo netjes in Flora. Laten we een milieuprogramma omstarten. En zo zijn we ermee begonnen. We hebben de instanties erbij betrokken. Afdeling veel ophaal, mevrouw Maatsen. Natuurlijk ook met de ondersteuning van de DC. En ik mag niet jokken, ze hebben hun volle ondersteuning gegeven daaraan. Ze hebben gehoor gegeven eraan. En zo zijn we ermee begonnen. Om Flora op te schoenen. En wat is eigenlijk het milieuprobleem van Flora? Wat is er precies aan de hand? Ik denk dat het een beetje aan het bewustzijn van de mensen ligt. Weet je, ze staan er misschien niet bij stil dat je omgeving schoon moet zijn. Dat je een schoon omgeving moet hebben. Dan het kan ook zo zijn dat er een probleem is dat er geen vuilophaal is in een gebied. Vandaar dat mensen hun vuil laten meenemen om ergens te gaan dumpen, dat kan ook een rol spelen. We hebben het initiatief genomen en waarmee we bezig zijn is de mensen ervan bewust te maken om het niet meer te doen.
En ook, we stellen ze ook op de hoogte van dat als ze het weer doen hierna, dat er consequenties aan verbonden zijn. Want er is een milieuwet en het milieuwet het werkt als ze gaan boetes betalen. Als ze betrapt zijn geworden, gaan ze die boete echt betalen. Dus we maken ze nu ook bewust van, doe het niet meer. Want het kost de staat allemaal ook geld. Want met die gelden dat de staat nu inzet om al dat veel op te halen en al die dingen te doen, kunnen ze dat geld anders inzetten voor andere projecten. Maar je ziet het, we moeten de mensen ervan bewust maken om het niet meer te doen. En dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht en graag tot de volgende keer.